Okay, so? Dat vroeg ik deze robot ook. Ja, nee, maar ik
Dat wilde hij niet. Dat wilde hij niet. Ja. Hij wilde ook niet zeggen wie hij was. Hij wilde zich niet identificeren. Hij wilde zich niet legitimeren. U wel net, u kan zoeken, u corrigeert dat. Wat zou ik dan met zo iemand te maken hebben? Ja. En daarom zeg ik ook... Onplezier, prettig hè, die ogen zo. Goed, dus iemand die zich niet identificeert, die zich niet legitimeert, wil van mij, ze zegt niet waarom die mij staan behoudt. Hij voelt, stop even, ik stop, misschien heeft hij dat ook nodig, geen idee, kennelijk. Want hij heeft kennelijk een probleem met zijn identiteit of met zijn legaliteit. Ja, u heeft het steeds over die agenda. Daar u heeft, ben ik niet. U is gevraagd om uw rijbewijs te tonen. Ja, is dat zo? Om een rijbewijs te tonen. Wat zeg je na? De naam zeg ik uw rijbewijs. Had ik ook gepakt? Ja. Zeg ik, mag ik weten wie u bent? Nee. Herken maar, hè? Dat vroeg u het ook niet. Zeg nee, ik ben dan is het klaar. Bij hem was het klaar op dat moment. U corrigeerde dat. Ik ben verder gaan. Maar als u als trustee van het volk, waar wij het volk hier zit, wordt u zich de legitimeerde en te identificeren. Dat meneer Teunissen. Ik wil even wat vragen over de persoonlijke omstandigheden. Meneer Teunissen, die heeft niet veel te zeggen. Hè? Heeft u een inkomen? Heeft u werk? Ontzettend veel werk. Ja, ontzettend veel werk. Heeft u een inkomen? Precies wat ik nodig heb gekregen. Ja. Uit een systeem waar de land voor. Ja, ik heb verder geen vragen. Heeft u nog vragen? Geen vragen. Nou, ik weet voor het minst waarom. Die echt aan mij hart heeft aangehouden. Nou, waar meneer Teunissen van vandaag wordt, is dat hij dus op vordering van de agent niet zijn rijbewijs wil tonen en ook zijn adresgegevens niet wil doorsnappen. Maar wat ik eigenlijk begrijp uit het verzetschrift van meneer Teunissen, en zowel als wat de rechter vandaag op zitting, is dat hij vindt dat hij eerst de agent zich aan hem dient te legitimeren, alvorens hij daar verder gehoor aan wil geven. Dat is niet de manier waarop wij daar te werk gaan. Hij moet gewoon zijn rijbewijs tonen en daarmee voldoen aan die vordering van die agent. Dus op het moment dat hij dat niet voldoet, dan pleegt hij een strafbaar feit. En daar is ook een strafbeschikking voor uitgestuurd. Dus ik zie in zijn gronden van verzet en ook niet in wat hij vandaag dus heeft hier daarover zegt, geen aanleiding om daar anders tegen aan te kijken. Dus dat betekent dat ik vind dat die boete in eerste instantie terecht is opgelegd. Het ging om een bedrag van €370. Ik wil daarbij wel opmerken dat meneer Teunissen zo lang heeft moeten wachten tot zijn zaak inhoudelijk behandeld wordt. Het gaat over een 25 juli 2014. Dus ik vind dat een omstandigheid om rekening mee te houden bij de strafoplegging. En dat zal ik dan doen. En ik verzoek je daarom om de strafbeschikking te vernietigen en een boete op te leggen van €300. Dank u wel. Onvoorwaardelijk. Volgens mij zijn de spelregels van uw bedrijf staat alleen op dat uw bedrijf is geregistreerd als een bedrijf. Waar u een legitimiteit in heeft, een bedrijfspassie, ja, als werknemer van een bedrijf, waar ik geen contract meer heb en dat ook niet kies. Tenzij dat bedrijf opbouwende dingen doet en daar bedoel ik niet mee Libië of Syrië bombarderen, illegale oorlog voeren in Iran, Irak en Buitenland gezinnen. Als u bedrijf er zin van erin zou doen. Dat u bedrag in termijn betalen, zou u dat willen? Mevrouw, ik hoef helemaal geen bedrag te betalen, want ik heb niets misdaan. Ik ben niet, die meneer heeft niet verteld welk strafbaar feit hij daarvoor aandient. Ben ik ook niet achtergekomen. Hij begint dingen te verzinnen en te creëren. Zijn taak is zich te identificeren als toezichthouder. Er zijn nogal wat voorbeelden in dit land ook, waar mensen worden aangehouden door nepagenten. En natuurlijk niet nep omdat ze nep zijn opgeleid, want dat zijn ze bijna allemaal, maar nep in de zin dat ze niet eens agent zijn. Als iemand zich niet eens in zijn ogen laat kijken, erg onaangenaam, toch? Hoe weet ik of het een zombie is, een kloon is, of een robocop, of een echt mens? Hoe weet ik wie het is? Hoe weet ik met wie ik te maken heb? Dan belt hij zijn cavalerie en die zegt ook niet wie ze zijn. En nog steeds weet ik niet waarvoor ik aangehouden ben. Je mag iemand onder volkenrecht, ik heb het niet over het bedrijfsrecht, over onder volkenrecht alleen maar aanhouden op grond van dat hij iemand, nou, bijvoorbeeld vermoord, of iemand besteelt,
of iemand dwingt, nou we hebben het over dwingen in deze manier, hè? Dus het mag helemaal aanhouden, of kwaadspreken, dat zijn volkenrechtelijke strafbare feiten. Dat is hier niet aan de orde. Dus als iemand... Nee, dat is hier niet aan de orde, nee. Nou, ik vind het genoeg. Als iemand met zijn bedrijfpasje mij aanhoudt, terwijl dat niet aan de orde is, moet hij een goede reden hebben waarom hij mij aanhoudt. En als hij dan delicten gaat creëren, en dan gaat u mij IBAN geld voor vragen met de corrupte bankiers, hè, die meneer waarschuwen met uw bedrijf, dat doet hij niet alleen. Ik sluit het onderzoek ter terecht. U heeft niets onderzocht. En de uitspraak is u weet dat hij meneer moet legitimeren, identificeren. En als de meneer dat niet doet, heeft hij geen poten op te staan. Als u die namelijk zou zeggen net, heeft u geen poten op te staan. Meneer mag weg. U mag stoppen met ze. U mag ook weg. Of u stemt uit. Kunt u die voelen? Uit die corruptie die u steunt. Heeft u de camera uit? Ja.